Zo, laat ik nou maar eens even gaan kijken wat wij in Nederland dit jaar gaan bestellen. Ik bestel dit jaar bij de vuurwerktoppers.nl. En dan kunnen we dat zo rond 31 december lekker afhalen. Even kijken wat ik allemaal mee wil hebben. Deze, die lijken me wel leuk en die zijn erg goedkoop zo te zien. Dus laten we het daar maar gelijk eventjes. Het zijn er vier, dus doen we even kijken. Hoeveel zit het erin? Er zitten er 4 voor 1 euro. Dus ik wil wel. Oké. Doen we dat wel zo'n 20 keer? Dan hebben we er wel een mooi aantal van in ons winkelmandje. En 19,80 ben je dan kwijt. Dat valt nog wel mee. Voor 80 van die dingetjes. Want deze zijn een stuk duurder. Dus, die groenbloemen. En aangezien we nou andere afsteektijden hebben, kunnen wij lekker overdag een beetje gaan klooien met oud en nieuw. Met wat grondbloemen en zo. Dus daar wil ik er wel 30 van hebben. Ik bestel overigens niet alleen voor mezelf. Oh, hier. Rotjes. Goh, wat leuk. Doen we daar maar 10 van. Kijken of er nog wat leuks bij is. Die Black Smoke Shop, ja, die lijken me wel leuk. Gewoon een keertje testen voor dit jaar. Verder winkelen. Ja, hier heb je de 108, maar ik heb al berekend als je die andere pakt, deze bloemen, die zitten er 108 in. Maar als je die andere pakt, dan ben je alsnog goedkoper uit. Die Black Smoke. Of die Black Shocks of zo. Wat het ook was. Deze. Ah, neem er ook voor de lol gewoon even twee van mee. Romeinse kaarsen. Maar vind ik zelf ook wel leuk. Drie pakjes. Zeg maar. Kijken op hoeveel nou zitten. 80 euro. Wow. Nog even kijken of er nog verder wat leuks bij is. Ik denk dat ik het zo. Het is allemaal van die. Nou, alle producten. Kijken of daar nog wat leuks tussen zit. Ik heb binnenkort. Laatst. Er zal er geen afbeelding bij zitten. Zo. Nou. Oh, wacht. Ik vergeet ze wat. Veiligheid. Gaan we maar eens even kijken. Of ze die hier wel hebben. Zal wel. Anders zou het wel heel erg vreemd zijn. Hier.
Doe hier 16 aanstiklontjes van. Ik maak er zelf ook nog een paar. Maar dan laten we eerst maar eens even kijken hoe ver we komen met deze. Dan is dit ons winkelmandje. Voor dit jaar waarschijnlijk. Misschien komt er nog het een of ander bij van andere winkels. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik denk dat ik hier toch wel genoeg aan heb. En qua siervuurwerk, dat heb ik. Daar heb ik nog wel genoeg van liggen. Dus ik denk dat dit het wordt. Ik kan even kijken, misschien als je dit wel leuk vindt. Dan kan je bijvoorbeeld die Epic Shocks. Op een of andere manier. Zullen vast goedkoper zijn dan die andere. Dus ik ga die binnenkort even bekijken op YouTube. En die Black Smoke Shock lijkt me ook wel leuk. En de rest, dat kennen we allemaal, denk ik. Dus dat. Hey, goh. Ik krijg een Black Thunder Rocket. Okay. Krijgen we er gratis bij. Dat is nou schappig. Eigenlijk is het alleen maar klantenbinding. Zullen we volgend jaar weer terugkomen, maar. Maar ja, dat is wel leuk. Ja. Oké. Okay. Dat is al. Ik. Zal jullie dan binnenkort alweer spreken in een andere video. Binnenkort komt er waarschijnlijk een video over het schietkistje online. En dan zie ik nog wel een keertje. En laat maar je reactie in de comments achter hoor, dat maakt mij helemaal niet uit. Want ik krijg laatst totaal geen reacties in de comments, dus dat mag best wel een keertje. Nou, doei!